De kunstwerken van de stijl vormen nu jaren later nog steeds een grote inspiratiebron voor internationale architecten, vormgevers en kunstenaars. En dat terwijl hun werken slechts bestaan uit blokken met primaire kleuren. Nou, dit stelt niks voor. Dat is eigenlijk wat het is. Dus letterlijk stelt het niks voor. Het is abstracte kunst. En dat wil zeggen dat het wat we zien, is wat we zien. En meer is er niet te zien. Het stelt niets voor, maar toch hangt het gemeentemuseum er vol mee. Het is dan ook best bijzonder dat een groep Nederlandse kunstenaars voor zoveel impact in de kunstgeschiedenis zorgt. Niet alleen de abstracte kunstwerken zijn in het museum te zien, ook wat eraan vooraf gaat. Nou, de kunstenaar maakt een tekening, een realistische tekening. In dit geval arbeiders die de fabriek uitlopen in 1917. En dit gebruikte hij als, je zou kunnen zeggen, als handleiding om een abstract schilderij te maken. Hij noemde dat zelf doorbeelden. En hij vereenvoudigt deze tekening tot een abstracte compositie. En die kunnen we hier zien. En dan zie je dat hij een schilderij maakt met heel veel kleurige blokjes en lijnen. Dat spettert als het ware de woonkamer in. Die kleurige lijnen en blokken zijn wel altijd in dezelfde kleuren. Van andere kleuren moesten de kunstenaars niets hebben. Omdat dat de meest contrastrijke kleuren zijn. Groen is al een mengsel. En paars is ook een mengsel. En grijze is een beetje sukkelig. En dat zijn allemaal kleuren van het compromis, van het mengen. En dat wilden deze kunstenaars niet. Maar ze wilden wel het rood en het blauw en het geel zodanig op elkaar afgestemd hebben dat het perfect werkte.